Ja, ik geloof elke dag komt het woord wel weer een keertje langs, hè? Polarisatie, beste vrienden. Ja, ik heb het woord er nooit zo van gehoord. Ik bedoel, ik gebruikte het ook nooit in mijn leven, polarisatie. En dat heeft dan te maken met alle onderwerpen die we nu hebben. Waar we allemaal verschillen van mening. En dat is wel waar. Dat is waar. Ja, dat is heel erg waar. We kunnen het allemaal niet eens zijn over corona. Boom, oh, daar gaan we hoor. Ja. Het klimaat. Ja, met die jongens van de Rebellion die op de snelweg gaan zitten en alles. Die, ja, als je voor een tegenstander bent. Nou jongens, hé, dit is het gewoon. Ja, vuurwerk. En wat denk je van het asielbeleid? Oh, ook zo eentje. Ja, want als je daarover begint, nou vrienden, en ik bedoel, dan ga je bijna met stoelen gooien en weet ik veel. Voor je het weet, sta je op de toppen van je longen te krijsen. Ja, dat is het gewoon, ja. Dat kan zomaar gebeuren. En dan heb ik het nog niet eens over de boeren gehad en de stikstof. Want dat, ja, voor of tegen. Nou, dat kan je ook gewoon in een enorme strijd terechtkomen. Kabinet sowieso. Überhaupt de politiek, als je daarover begint. Zo gaat het maar door. Zo gaat het maar door. En dan krijg je zo'n hele ding op tv van sieren. Met ja, ben je een discussie aan het winnen of ben je vrienden aan het verliezen? Vrienden, dat helpt allemaal geen ene malle moer. Er is maar één oplossing voor dit hele gedoe van die polarisatie. Ja, je moet goede afspraken maken van tevoren. Ja, als jij niet met de stoom uit je oren naar huis wil, hè, en als je niet je stembanden helemaal door de knoppen wil schrijven, goed afspraken maken. Ja, en dan gewoon tegen elkaar zeggen, luister, dit en dit onderwerp, daar gaan wij het niet, luister goed, niet over hebben. Nee, jij niet, ik niet, koppen dicht. Koppen dicht. En dat herhaal je een paar keer. Dus dat moet je heel goed afspreken, vrienden. Ja, dat is het. En dan ook tijdens de avond goed bewaken. Want op een gegeven moment, ja, dan is het van, ha, gezellig, slokje erin. Ja, en dan is er toch weer een van de twee partijen die het stiekem leuk vindt om toch weer dat onderwerp aan de orde te brengen. Niet intrappen, niet doen, gelijk roepen, kop dicht, niet doen. Gewoon weer roepen van kop dicht, koppen dicht. En dat, vrienden, ja, onthoud het goed. Dat is de oplossing en dat brengt je door deze tijden heen.